Er is licht aan het einde van de coronatunnel. Tenminste, dat is de indruk die je krijgt als je naar de resultaten kijkt van de derde en laatste coronapeiling onder ondernemers in Flevoland. Ze zijn een stuk positiever over de toekomst van hun bedrijf dan in de eerdere peilingen. De ondernemerspanel is een initiatief van onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden. Helga Brendikmeijer is de regiomanager Flevoland van VNO-NCW en nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, aan de ondernemers is onder meer gevraagd of zij verwachten dat er door corona orders wegvallen. Daar antwoordde in november nog 64% ja op en dus nu nog maar 37%. Wat kunt u daaruit afleiden? Nou ja, dan kun je uit afleiden dat het gelukkig met heel veel bedrijven veel beter gaat. Er zijn natuurlijk altijd nog bedrijven, vooral in de bekende sectoren zoals de horeca, de evenementen, die het natuurlijk nog heel zwaar hebben. Maar over het algemeen gaat het echt met heel veel bedrijven gelukkig een stuk beter. Dat is natuurlijk heel belangrijk, ook voor de werkgelegenheid. Ja, en er is dus ook meer vertrouwen dat het weer helemaal goed gaat komen. Ja, ik denk dat het vertrouwen bij ondernemers, merken we ook, dat neemt echt heel veel toe. De laatste tijd ben ik echt ook weer veel meer bedrijven, echt één op één aan het bezoeken. En daar hoor ik ook echt geluiden van, het gaat gelukkig weer veel beter. En daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat er ook wel echt ondernemers zijn geweest in de coronacrisis die eigenlijk überhaupt niet heel veel last ervan hebben gehad. Dus er zijn bedrijven die het heel zwaar hebben gehad, maar er zijn ook bedrijven waar de business eigenlijk redelijk goed doorging. Ja, er is ook gevraagd, maakt u nog gebruik van de TOZO-regeling? Dat is zo'n coronasteunmaatregel. En er zeggen heel veel ondernemers in Flevoland, steeds minder. Is dat nou goed nieuws of slecht nieuws? Hoe moet ik dat wegen? Nou ja, de TOZO-regeling is natuurlijk wel specifiek voor de zelfstandige ondernemers. Dus dat is specifiek voor die doelgroep. Die heeft het natuurlijk heel ook zwaar gehad. Want orders vielen weg of andere redenen. Bijvoorbeeld de financiële positie. En het is wel een geluk dat dat ook weer aantrekt. Het is natuurlijk ook wel zo dat een aantal zelfstandige ondernemers ook wel hebben gezegd, misschien overweeg ik toch wel om misschien deels toch in loondienst te gaan. Dus de ZZP-groep die heeft het nog niet allemaal helemaal weer goed. Nee, dan blijkt ook dat de helft van de ondernemers heeft aangegeven, ik had wel willen investeren, maar die investeringen heb ik toch maar even op de lange baan geschoven. Maakt u zich daar zorgen over? Dat komt natuurlijk waarschijnlijk vooral door de financiële positie van heel veel bedrijven. Zie, door de coronacrisis is orders zijn weggevallen of andere redenen. En toen zijn toch wel heel veel ondernemers het eigen vermogen gaan interen, zoals dat dan heet. En dat geeft toch dan minder financiële ruimte ook om ook te gaan investeren. Ik denk wel dat dat toch wel vooral een beetje uitstel van investeringen is. Laten we dat dan hopen. En je ziet toch wel dat een aantal investeringen echt uitgesteld zijn. Komt waarschijnlijk vooral door die financiële positie van de bedrijven. Ja, het vet is wel van de botten, zoals ze dan zeggen. Ja, en in sommige sectoren is het vet helemaal van de botten. Dus die zullen echt nog een langere herstelperiode nodig hebben weer een beetje in normale business situatie te zijn. Oké, en een langere herstelperiode, waar moet ik dan aan denken? Ik denk in de horeca en in de andere bekende zwaar getroffen sectoren dat echt wel jaren gaat duren voordat die ondernemers weer een beetje op een geliefde goed niveau staan om ook weer investeringen en andere dingen voor de toekomst voor je bedrijf te kunnen doen. Ja. Uit die enquêtes blijkt ook dat er bedrijven zijn die hebben gebrek aan personeel. Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is echt weer zoals de situatie voor de coronacrisis. Toen hadden we natuurlijk ook al een enorme krapte op de arbeidsmarkt, zoals dat heet. En dat zien we nu echt ook weer terug. Vooral in de sectoren techniek, bouw, logistiek, zorg, ICT. Daar is echt nu een enorm tekort aan geschoold, gekwalificeerd personeel. Want dat zijn natuurlijk vaak ook functies waarvoor je wel een aantal vaardigheden en andere dingen moet bezitten. En daar zien we echt vooral bij de bedrijven boven de 25 medewerkers dat daar een zeer groot tekort aan medewerkers is. Ja, en dat los je ook niet even zomaar op. Want we zullen dan toch mensen misschien moeten omscholen naar andere sectoren, naar deze sectoren. Of we moeten mensen die er al werken ook bij en omscholen. En we zullen toch ook veel meer jongeren moeten interesseren om een opleiding te gaan volgen in de sectoren waar nu en in de toekomst werk is. Ja, maar die moeten wel eerst van school komen natuurlijk.
Ja, daar moet je ook al vroeg mee beginnen. Om bij de keuzes die zij maken, de leerlingen, om daar ook de ouders en de leerlingen bewust te maken van ja, dit zijn de sectoren voor een toekomst waar je een baan kan vinden. Dus jij ga ook alsjeblieft in die richting een opleiding volgen. Ja, en bedoelt u dan ook dat misschien de boodschap aan sommige ouders zou moeten zijn van goh, heb het met je kind ook eens over het mbo bijvoorbeeld? Ja, zeer zeker. Het mbo is natuurlijk eigenlijk een hele grote basis voor de toekomstige medewerkers in de bedrijven. En een mbo-opleiding, ja, dat geeft je echt een hele mooie stap naar de toekomst. En ja, als het enigszins kan, wil ik vooral ook ouders en jongeren vooral motiveren om daar goed over na te denken dat het een hele interessante optie is. En denk ik ook een hele leuke opleiding vaak voor de toekomst. Ja, want voor heel veel ouders en nou ja, misschien dan ook wel de jeugd, is misschien toch wel die universiteit het hoogst haalbare. Maar dat moeten we misschien een beetje loslaten. Ja, dat is altijd zo'n ideaalbeeld van mijn kind moet de hoogst mogelijke opleiding halen. Maar ja, ook in het mbo en ook in andere niveaus zijn allemaal interessante banen. En ook steeds meer banen krijgen natuurlijk ook te maken met digitalisering. Dus ja, het is niet meer zo dat je altijd ook in de bouw of in de techniek vuile handenbanen hebt, laat ik het zo zeggen. Dus ook daar zijn heel veel goede ontwikkelingen, ook met ICT. En dat is denk ik ook voor heel veel jongeren heel interessant om toch te kiezen voor een opleiding die een baan later biedt in die sectoren. Ja, u heeft nou drie corona-enquêtes gehouden onder de ondernemers. Welke sectoren zijn nou het zwaarst getroffen door die corona? Ja, dat is toch wel echt de horeca, de evenementen, de detailhandel. Dat soort sectoren zijn echt het zwaarst getroffen. Dat zie je natuurlijk in het hele land en dat geldt ook voor Flevoland. En we hopen ook dat die natuurlijk, als we allemaal weer een beetje naar uit eten gaan en naar het terras gaan. En, hopelijk kunnen we ook weer eens een keer naar een evenement. Dan kunnen die ondernemers weer helpen om hun bedrijf ook weer gezond te krijgen. Okay, dank voor uw commentaar. Helga Brennickmeijer, regio manager Flevoland van werkgeversorganisatie VNO-NCW.